Het lukt Rotterdam maar niet om grip te krijgen op een kleine groep hooligans. Zeker nu Feyenoord-directeur Koevermans opstapt vanwege zeer ernstige bedreigingen, is de vraag niet alleen wie wil er nog bestuurder worden, maar ook hoe krijgen we die kleine groep ASO's weer in toom? Ja, hebben geweld en intimidatie gewonnen als we zien dat de Feyenoord-directeur opstapt? Nou, ik denk niet dat ze gewonnen hebben, maar het is natuurlijk wel echt heel triest dat een directeur van Feyenoord, omdat hij geïntimideerd wordt in zijn persoonlijke levenssfeer, nu ervoor kiest om te stoppen met zijn baan. En we zien natuurlijk wel meer. We hebben de bedreigingen van Sigrid Kaag gezien. Nu onlangs ook van natuurlijk premier Rutte. Maar dat gebeurt bij meerdere politici, Hugo de Jonge. Het gebeurt ook bij gemeenteraadsleden. En dat is natuurlijk wel echt een zorgelijke trend. Ja, en de Grapperhaus die zegt, we moeten deze mensen via strafrechtelijke kant keihard aanpakken. Ja, mooie termen, maar hoe is dat de oplossing? Denkt u dat daarmee het probleem in de stad verdwijnt? Nou, uiteindelijk wel. Want dit is uiteindelijk inderdaad, je zegt het goed, een kleine groep die gewoon strafbaar gedrag vertoont. En wat we dan moeten doen als samenleving is ervoor zorgen dat die mensen worden opgespoord. En de politie en OM in Rotterdam hebben daar ook meer capaciteit op gezegd. Hebben ze daar echt grote prioriteit aan gegeven. En die moeten worden berecht. Ja, maar dat weten we toch? Dat moet gebeuren. Dus. Ja, en dat zijn we ook aan het doen. Alleen dat onderzoek loopt nu in volle gang. Er zijn echt ontzettend veel mensen opgezet. Nou, we weten ook allemaal het capaciteitsprobleem wat we bij de politie hebben. Maar alsnog hebben we daar echt veel mensen opgezet. Om te zorgen dat die daders zo snel mogelijk gepakt worden. Maar want uiteindelijk is het gewoon strafbaar gedrag. Wat je ook als dusdanig moet behandelen. Ja, vandaag in de raad ook een vergadering. Wordt het ook besproken in de raad. En u als lokaal burgemeester doet daar ook het woord. Wat kunt u als stadsbestuur eventueel nog doen om deze groep in toom te krijgen? Ja, kijk, ik heb als wethouder, ik doe dat. Ik ga straks terug naar de Rotterdamse gemeenteraad. Dan ga ik dat debat voeren met de raad als lokale burgemeester. Maar ik heb ook als wethouder heb ik heel veel bijvoorbeeld met de heer Koevermans gesproken. Ook over intimidaties van bijvoorbeeld de oprichters van de Roze Kameraden, de LHBTI supportersclub. En wat ik nou zo triest vind aan dit verhaal is dat juist Mark Koevermans een van degenen was die samen met mij aan de slag is gegaan om die intimidaties aan te pakken. Om te laten zien dat Feyenoord een club van iedereen is en dat ook uit te stralen. En voor iedereen ook ervoor te zorgen dat ze een plek hebben. En dat is, daar zit heel ontzettend veel uitdagingen in. Maar dat is wel iets waar hij samen met mij mee aan de slag wilde. En dan vind ik het juist extreem triest en ontzettend jammer dat hij juist weer slachtoffer wordt van die intimidaties. Maar Justine, als je hoort dat ook zijn gezin zich bedreigd voelt, uiteraard als er ruiten worden ingegooid, snap je dan wel dat hij die keuze heeft gemaakt? Ja, zeker. Dat is natuurlijk een persoonlijke keuze. Ik vind het vooral ernstig dat we dit bijna als gewoon gaan vinden, dat mensen bedreigd worden. We zijn met z'n allen aan het verharden en we vinden dat allemaal nog redelijk gewoon tegenwoordig ook. Maar iedereen zegt, we moeten dit niet toelaten, maar het is natuurlijk zo lastig om het dan vervolgens ook. Ja, maar keihard optreden. Ik vind echt, als mensen hun functie niet uit kunnen oefenen, in welke functie dan ook, vanwege dit soort bedreigingen, dat is echt schandalig. Ligt het dan puur bij de politie en OM? Of kan de club nog iets doen, de KNVB, de burgemeester, om dit tegen te gaan? Nou, juist met de club was ik bezig om die intimidatie richting de LBTI supportersclub, om dat aan te pakken. Niet omdat zij verantwoordelijk zijn daarvoor, want je kan niet het individuele gedrag van dat soort mensen, kan je de club niet verantwoordelijk voor houden. Maar hoe kunnen jullie dat dan tegengaan? Wat was het idee daarvan? Nou, dus door bijvoorbeeld ook een norm te stellen. Hè? Door duidelijk je uit te spreken. Daar begint het mee. Dat geldt ook voor supporters, supportersverenigingen. Duidelijk te maken dat we dit niet pikken, dat dit niet hoort bij Feyenoord. Kijk, Feyenoord is een fantastische club. Daar zijn we ontzettend trots op in Rotterdam. En het is een kleine groep die echt de naam van Feyenoord op die manier besmeurt. Je zou bijna willen dat alle andere Feyenoord supporters een cordon gaan vormen. En gelukkig zie je nu heel veel reacties, ook ter ondersteuning van Koevermans. En iedereen die zegt, ook oud-spelers, zeggen ja, dit is absoluut belachelijk en dit kan absoluut niet. Ja. Maar uiteindelijk begint het ermee met de daders pakken en die berechten. En dan wil ik nog maar zien of we dan nog spreken over winnaars.